superleuk dat je kijkt naar deze video. Vanochtend had ik een klein beetje haast, want ik moest om 10 uur in de sportschool staan op mijn zaterdagochtend. Maar, hallo. We zijn er weer met een wat ik eet in een... We gaan zien hoeveel dagen. We zijn dus nu een paar verder en ik heb wel weer een beetje trek gekregen. Dus ik ga denk ik even een broodje maken met hummus, gebakken champignon, tomaat, spinazie, beetje balsamico azijn, sesamzaadjes. Super lekker. Eet smakelijk. Ik had er ook nog een beetje zongedroogde tomaat doorheen gedaan. Helemaal hartstikke lekker. Ik had dus echt heel erg zin in iets zoets. En ik bedacht dat we nog de vegan cornetto's in de oven, in de koelkast hebben liggen. In de vriezer. Je begrijpt wat ik bedoel. Oh, ik vind deze zo lekker. Echt, breng nog meer cornetto smaken uit. Voor het avondeten ga ik een Italiaanse kikkererwtenstoof maken die ik al vaker heb gemaakt in video's. Ik heb net al een basis tomatensaus gemaakt en nu ga ik daadwerkelijk het recept maken. Ik verhit een beetje olie in de pan. Daar doe ik 1 ui in die ik in, noem je dat, dunne plakjes heb gesneden. Die kan ik dan even gaan fruiten en dan doe ik er ook 2 teentjes knoflook bij. Dan doe ik een laurierblaadje erbij. Jullie zijn wel heel ver, hè? Een half bouillonblokje. Een beetje cayennepeper. En ik rasp een beetje nootmuskaat erboven. Dan doe ik 1 stengel bleekselderij erbij. En ik ga er goed veel spinazie doorheen doen. Spinazie is nu helemaal geslonken. Nu doe ik er 1 eetlepel balsamico azijn bij. Normaal zou ik er ook een beetje rode wijn doorheen doen, maar ik ben nu dus de rode wijn vergeten. Ook doe ik een goede eetlepel tomatenpuree er doorheen. Dan dus de tomatensaus. En de kikkererwten. En dit roer ik eventjes door en dan laat ik het ongeveer nog 20 minuutjes pruttelen. En dan serveer ik het met een beetje ciabatta. Nog een beetje gedroogde peterselie eroverheen. Super lekker. Ik ben voor mijn ontbijt even een smoothie aan het maken. En ik heb dus laatst ertje drink gekocht. En ik moet zeggen dat ik er best wel positief door verrast ben. Het heeft niet zo'n heel sterke smaak. Dus daardoor is het best wel chill in havermout of smoothie of zo. Ik zag dus ook iemand laatst courgette door zijn smoothie doen. Daar proef je ook gewoon echt helemaal niks van. Ik heb even lekker lunch gemaakt, namelijk veganistische schnitzel uit de oven en dan op een gordita met een beetje sla, komkommer en augurk. Zeg ik augurk? Ja, een beetje wel. Op zijn Frans. Ja. Augurk.
Ik ga voor het avondeten een soort noedelsoep maken. Ik ga dit een beetje improviseren. Auw. Ik ben in een pan even champignon aan het bakken. En ik ga nu de bouillon bereiden waar uiteindelijk alles in komt. In deze soeppan ga ik een beetje rode peper, knoflook, gember in wat olie bakken. Vervolgens blus ik het af met wat sojasaus. Dan doe ik er water en bouillonblokjes bij. En dit laat ik gewoon even goed op smaak komen. En vervolgens doe ik de champignon, de tauge en de pak soi erbij. In een aparte pan ga ik ook nog wat dumplings maken. En ik heb ook nog wat tofu die ik helemaal op het einde door de soep doe. Lekker dit. Best goed gekookt, al zeg ik het zelf. Ik heb echt heel erg hoofdpijn. Ik heb ook even dit tegen het licht opgedaan. Ik denk dat het migraine is. Ik word echt helemaal lijp. Ik heb mijn ontbijt voor morgen vastgemaakt. Want ik moet morgen werken. Dus ik hoop dat het beter gaat morgen. Ik ga lekker mijn bed in en ik zie jullie morgen. Ik voel me al iets beter. Ik moet zeggen, hoofdpijn is nog niet helemaal weg. Maar het is in ieder geval nu weer een beetje te behappen. Echt zo irritant. Ik voel het dan ook altijd gewoon opkomen. En dan soms zet het door en soms niet. Maar zoals dit fel ligt, is echt nog wel een beetje heftig. Ik ga in ieder geval even lunchen. Ik heb hier een broodje in de oven. En die is wel klaar. Oh ja, ik ga denk ik even tonijnsalade erop doen. Met een beetje sla. En dan moet ik zo even bedenken wat ik nog meer ga eten, want ik denk niet dat één broodje genoeg is. Ik ben echt zo enthousiast over die vegan tonijnsalade van de Albert Heijn. Dit doet me echt heel erg denken aan tonijnsalade. Oké, laten we even een tweede deel van de lunch gaan zoeken. Oh ja. Ik denk dat ik even gewoon een restje avondeten van gisteren ga eten. Dus ik ga even dit blok volkoren noedel. Goeie zin. Koken in de bouillon van gisteren. En dan met dus een beetje tofu. En ja, eigenlijk gewoon het avondeten van gisteren nog een keer. Ik had dus gisteren ook die kimchi erbij. Dat was echt super lekker. Maar waar die gebleven is, is een hele goede vraag. I got it. En het is dus vegan kimchi. Ik haat het altijd zo, hè. En dan komt deze trui net uit de was. En dan zitten er alweer spetters bouillon op. Waarom ben ik zo? Ik kan beter gewoon zo eten. Dat het ver van mij weg blijft. Voor het avondeten ga ik echt de makkelijkste pasta saus maken ever. Maar die echt super lekker is. Dus let op, want dit is echt iets wat gewoon even in je standaard recepten moet komen. In een blender of staafmixer of whatever voor mixer dan ook, doe je 400 gram cherry tomaten uit blik, 100 gram gedroogde tomaten, 2 eetlepels kappertjes, 2 teentjes knoflook, 2 teentjes gedroogde oregano, een beetje basilicumblaadjes, zout en peper. Dat mix je en vervolgens doe je dat gewoon door je pasta. Warm het nog eventjes op. En ik doe er dan ook nog een beetje gegrilde groenten bij. Ik heb dus mijn heerlijke chocolade dadels gemaakt. Dit is zo ontzettend lekker. Super machtig, maar echt heel lekkere snack om gewoon in de oven, in de koelkast te hebben liggen. Dit is echt niet normaal. Een hele goede morgen. Ik heb hier weer lekker mijn chocolate overnight oats. Hoe kan het ook anders? Ik heb er nu alleen wel een nectarine doorheen gedaan in plaats van frambozen. Heel erg lekker. Ik moet vandaag werken.
En niet thuis, maar op kantoor. Dus ik ben even al mijn eten aan het verzamelen voor de dag. Maar ik moet een beetje opschieten. Dus ik zie jullie bij lunch. Lightning stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt since it novocaine. Nature's brew of all kinds of things. The mountain sunk hill sky color schemes. Makes you forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. The Arizona thunder tonight. Ik heb gisteren zo lekker bij Femke gegeten. Een risotto met asperges. Ik ga nu als ontbijt baked oats maken. Dat maak ik niet heel erg vaak. Maar ik zag laatst ergens een baked oat receptje voorbij komen. Dat een beetje geïnspireerd was op appeltaart. Toen dacht ik, dat wil ik proberen. Ik heb al een halve appel geschild en stukjes gesneden. Ik ga nu even mijn keukenmachine erbij pakken. Ik heb hier een klein kopje havermout. Dan een even groot kopje plantaardige melk. Ik ga er goed veel kaneel doorheen doen. Dat geeft denk ik uiteindelijk best wel die warme appeltaartsmaak. En dan nog een klein beetje bakpoeder. En dit is echt totaal optioneel. Je kan er natuurlijk een beetje suiker of agaafsiroop, weet ik wat erheen doen. Ik ga echt een heel klein beetje van die suiker in doen. Ik ga nu nog wat walnoten, abrikozen fijn hakken. Doe ik die bij het beslag. En dan doe ik dat in een bakje in de oven. Ik ben echt zo benieuwd. Oh, dit is wel echt lekker. Het doet me een beetje denken aan gewoon taartbeslag. Die walnoot ook super lekker in. We hebben zo lekker geluncht vanmiddag. Het was alleen zoveel. We hadden echt een heel menu met zo'n wrap met allemaal falafel en dan ook nog friet en zo. Dus ik heb nog ongeveer een derde van die wrap hier. Heel chill, dus dat ga ik zo nog even eten. Maar ik heb ook nog mijn heerlijke dadelsnicker creatie. Daar heb ik ook even heel veel zin in. We waren dus eventjes de stad in. En je hebt dus nu tegenover de winkel van Sinkel, als je Utrecht een beetje kent, een kilo vintage store. Jan die heeft dus echt zo'n leuke trui gekocht. Deze Villa trui. En hij is echt zo'n mooie kwaliteit. Alleen ik zag dus net pas toen we thuis waren dat de mouwen een beetje gerafeld zijn. Zijn open, zeg maar. Ik ga dat nu even dichtnaaien. Deze trui was 10 euro. Mocht je van tweedehands winkelen houden, dan zou ik zeker daar een keertje gaan kijken. Het is 20 euro per kilo. Het is dus nog best wel nieuw. En de rekken werden ook continu aangevuld. En er zaten gewoon echt toffe dingen tussen. Dus ja, ik was echt positief verrast. En nu moet ik... Vanavond eten wij, ik denk, iets van een paprika soep of zo. Ik zit echt nog best wel vol van die falafel. Ik heb eigenlijk best wel veel paprika's. We hebben ook nog wat spinazie die op moeten. Dus ik denk dat we gewoon wat dingen die we nog hebben in heet water met bouillon gaan doen. En dat wordt dan het avondeten. Ik heb ook een stokbrood. We hebben nog allemaal smeerseltjes van de video van vorige week. Waarin ik allemaal veganistische producten van de Albert Heijn had geproefd. Dus mocht je die nog niet gezien hebben en benieuwd zijn naar wat ik bijvoorbeeld van de vegan heksenkaas vind, dan kan je die hier kijken. Het avondeten was verrassend lekker. Ik had er dus uiteindelijk nog kikkererwten doorheen gedaan. Omdat die soep echt veel te waterig was. Want ik had er veel te veel water bij gedaan. Ik ga deze video lekker afsluiten. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Hopelijk dat het een van mijn volgende video's. Ik heb het altijd woensdag om 4 uur een nieuwe video. En ik hoop je dan zeker weer een keertje zien. Doei doei!